Ons duurzaamheidsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers. Circulariteit, mensen en continue verbetering. De pijler circulariteit omvat 4 specifieke onderwerpen. Het eerste onderwerp is verantwoord waterbeheer, dat gekoppeld is aan SDG 6, schoon water en sanitair. Onze producten dragen daar natuurlijk al aan bij. En binnen onze eigen organisatie is dit ook een belangrijke doelstelling. Per ton geproduceerd product willen we in 2026 20% minder drinkwater gebruiken. Dit zal geleidelijk en op verschillende manieren gebeuren. Zo zullen we de mogelijkheden onderzoeken om naast drinkwater en grondwater meer regenwater te gebruiken voor sanitaire of koelingdoeleinden. Het volgende onderwerp is het verkleinen van de CO2-voetafdruk, wat verband houdt met de SDG Klimaatactie. Koolstofdioxide of CO2 speelt een cruciale rol bij de opwarming van de aarde. Wij zullen onze CO2-uitstoot in onze productieprocessen, met name in onze eigen transportmiddelen en al ons energieverbruik, tegen 2030 met de helft verminderen per ton geproduceerd product. Daarom zullen we bijvoorbeeld energie-efficiëntere machines aanschaffen en overschakelen op koolstofarme transportmiddelen. Bovendien zullen we tegen 2025 alleen nog elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gebruiken. Wij zullen tegen 2050 koolstofneutraliteit bereiken. Wat betekent dat wij streven naar een koolstofuitstoot van 0. En dat wij alle resterende emissies die niet kunnen worden vermeden, zullen compenseren. Dit sluit nauw aan bij de Green Deal van de EU. De nieuwe groeistrategie van de Europese Commissie om de economie van de EU duurzaam te maken. Het derde onderwerp binnen de pijler circulariteit is materiaalefficiëntie. Dat verband houdt met de SDG's, duurzame steden en gemeenschappen en verantwoorde consumptie en productie. We werken aan het verhogen van de gerecyclede inhoud in onze producten. Ons doel is om tegen 2025 het gebruik van recyclaten te verhogen met meer dan de helft. Ons concentreren op materiaalefficiëntie betekent ook naar de verpakking kijken. Wij streven ernaar kartonnen verpakkingen en HDPE-doppen te gebruiken die volledig van gerecycled materiaal zijn gemaakt. Initiatieven om dit doel tegen 2025 te bereiken zijn lopende. Bovendien zullen wij onze inspanningen voortzetten in het kader van Operation Clean Sweep, dat tot doel heeft het verlies van kunststof pallets en poeders op onze sites te voorkomen. Vandaag nemen bijna alle productielocaties al deel aan dit internationale vrijwillige programma en voeren ze ambitieuze actieplannen uit om hun prestaties op dit vlak te verbeteren. Het is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat al onze fabrieken tegen 2023 aan OCS deelnemen. Het vierde en laatste onderwerp binnen de pijler van circulariteit is afvalbeheer, dat onder dezelfde SDG's valt als materiaalefficiëntie. Tegen 2026 willen wij onze productiegerelateerde afvalvolumes verminderen met 10% per ton geproduceerd product. Dank u voor uw aandacht. Vergeet niet om de video's over de andere 2 pijlers van ons duurzaamheidsprogramma te bekijken.